Ik ben heel erg nieuwsgierig. Nou zie ik in één keer hier weer een KPN-tentje op ons winkelcentrum staan. Dus ik ga eens even vragen wat er precies de bedoeling van is. Beetje nieuwsgierig, maar dat geeft niet. Mag best. Hallo, heren. Goedemiddag. Ik zeg net al tegen de mensen thuis. Ik zeg, er staat hier op het winkelcentrum KPN. Inderdaad, ja. En we zijn eigenlijk heel benieuwd van... Wat is precies de bedoeling? Want mensen kunnen nu toch meekijken. Ja, nou heel graag. Ja. Wij zijn hier met een project bezig van KPN om glasvezel uit te rollen. Dus Apeldoorn Zuid is nu aan de beurt om glasvezel te krijgen. Oké. En dat betekent dat alle mensen die in dit gebied wonen, die krijgen gratis glasvezelaansluiting. Ja. Dus er wordt bij hun thuis wordt glasvezel aangesloten. En daarna zijn ze zeg maar vrij om te kiezen welke provider ze daarop aan kunnen sluiten. Okay. KPN is natuurlijk de beste keus, maar ze zijn daar in principe helemaal, helemaal vrij. Ja, zeker. En wat is het voordeel van glasvezel eigenlijk? Glasvezel is eigenlijk de nieuwe infrastructuur die eigenlijk in heel Nederland uitgerold gaat worden. Je moet je voorstellen, nu liggen daar de oude koperkabels, de telefoonkabels. En dat was eigenlijk alleen maar geschikt voor... De oude telefoon. Precies. En daar is inmiddels internet overheen gekomen, daar is televisie overheen gekomen. En nu wordt er een nieuwe infrastructuur uitgelegd. Dat is een hele mooi dun kabeltje met lichtsnelheid. En dat grote voordeel daarvan is dat het en stabiel is. Ja. En je hebt geen verstoringen meer van de omgeving. Je hebt meer snelheid. Okay, dat is al mooi. Dat is een snelheid. Dus we willen tegenwoordig allemaal even grote internet. Meer snelheid, je wil natuurlijk. Ja. En dat betekent dus dat mensen kunnen ook eventueel hogere snelheden kiezen om de abonnementen afsluiten. Maar het grote voordeel is dat het een stabiel netwerk is. Ja, zeker. Dus de tv wordt beter. Mensen gebruiken natuurlijk tegenwoordig allemaal grote televisies met 4K. Ja, ja, ja. Dus de data die er overheen gaat wordt steeds groter. De kwaliteit wordt meer steeds, internet. Er wordt meer kwaliteit gevraagd. Ja. En daar zijn wij aan het werk om dat te verbeteren. Kijk, dus iedereen die kan hier naartoe komen. En, ja, we hebben hier een informatiepunt. En eigenlijk... dit is vandaag zeg maar de opening, maar in principe er is vanavond ook nog een speciale informatieavond. Dat is ook hier? Dat is ook hier in Apeldoorn. Dus midden op ons plein die mensen vanavond kun je ook terecht. Hoe laat is dat? Dat is vanavond om 7 uur is dat en dat is in de, hoe heet het, de Bartholomeuskerk, hè, dacht ik. Oh, okay. De Bartholomeuskerk is vanavond om 7 uur kunnen alle mensen er naartoe komen en dat is een complete informatie krijgen ze dan. En deze wagen die staat hier iedere week. Dus de komende jaar bijna, of tot het eind van het jaar, staat iedere woensdag van 10 tot 6 staat deze wagen hier. Okay. Kunnen de mensen naar ons toe komen, ze kunnen informatie krijgen over wat het project precies inhoudt. Ze krijgen informatie over wanneer de aansluiting geplaatst wordt. Eventueel, als ze bereid zijn om al een abonnement af te sluiten, kunnen we dat ook nog voor ze regelen. Dus Heel veel informatie, hè? Ja, heel veel informatie. Maar goed, in ieder geval wel mooi om te weten natuurlijk. Ja. Dus als u dat heel erg belangrijk vindt, en dat vindt iedereen tegenwoordig om een beetje goede kwaliteit in huis te hebben. En dan zou ik zeker deze kant op komen. En zijn de mensen ook al geïnformeerd door iets of... Ja, in principe is het zo dat al die mensen die in dit gebied worden, krijgen een brief thuis. Een brief en een folder. En er zit ook een kaartje bij. En als ze met dat kaartje naar de bus komen of naar de informatieavond, dan krijgen ze deze mooie handige keyfinder. Dat is een apparaatje om je sleutels terug te vinden. Okay. Je zou het aan je vrouw kunnen vastbinden. Nou, ik zeggen, het is leuk maar een sleutel vinden, maar aan een hond, een vrouw, maakt niet uit wie je altijd terugvinden. Of je het wil is een andere. Dus dat is altijd handig. Ja. Heel veel en ook deze straat. Kijk, net als de aansluiting. Ja, ik was al benieuwd van, komt er nog een gratis? Want ik ben natuurlijk altijd voor de gratis dingen. Dus, maar u heeft het al thuis gekregen. Dus ik zou zeggen, kom allemaal hier naartoe. En u hoort het al, elke woensdag staan ze sowieso hier. En ik zal gewoon vandaag alvast komen. Toch, het is mooi weer. En krijgen de mensen ook nog wat? Een bakje koffie of een drankje? Ze hebben koffie, ze hebben een drankje. Hele catering. Wij hebben nog lekkere snoepjes voor ze. Of gebakjes. Vandaag is dat alleen, hè? Dat is gebakje. Kan allemaal. Nou, voor mij wil mijn collega Kamerman ook wel een gebakje. En ik ook wel. Dus we gaan mooi afsluiten. En jullie komen gewoon allemaal deze kant op. Dus dat was toe. Heel erg bedankt. Okay. En graag gedaan. Wij gaan voor een gebakje met koffie. Fantastisch. Okay.